Van 9 tot en met 14 juni staat er in Wouderichem iets op stapel. Uh, ongeveer een jaartje geleden zijn wij met een paar mensen rond de tafel gaan zitten. Uh, eigenlijk een ideetje wat uh, ruim anderhalf jaar geleden in juni is ontstaan, eigenlijk als grote grap. Uh, wij zijn, uh, ik heb een jaar geleden een feestje gegeven, toen heb ik een tent van 10 bij 10 meter weggezet. Uh, en toen zei iemand voor de grap tegen mij van joh, kan jij dat niet uh, volgend jaar weer doen? En toen dacht ik in het begin van nee, ja, dat gaan we niet doen, maar uh, uiteindelijk, uh, nadat een aantal mensen hebben gezegd het dat was wel erg, erg leuk en gezellig, zullen we dat volgend jaar ook niet doen. Toen heb ik toch gezegd van nou, dan hadden we maar eens de juiste mensen bij elkaar zoeken om, uh, om een, ja, een plan te gaan uh, opzetten. En uiteindelijk is dat gelukt en hebben we zelfs een stichting opgericht en nu gaan we volgend jaar uh, van 9 tot en met 14 juni uh, ja, in principe live de lucht in. Want uh, we gaan een feestweek organiseren in de allereerste. De Woerkomse Week krijgt een heel eigen karakter. Het grootste verschil is dat ons evenement buiten de vesting plaatsvindt. Er zijn heel veel evenementen binnen de vesting, maar wij gaan het buiten de vesting doen. Het is een feestweek die eigenlijk van dinsdag tot zondag duurt. Het programma gaan we in principe de komende maanden bekendmaken. Je kan ons volgen via Facebook, Instagram en we hebben een eigen website. En daar proberen we elke, althans elke week of elke. Weken, ja, komende weken iets te plaatsen. Het programma is in principe, ja, daar wil ik nog niet te veel over kwijt. Want dat gaan we bekendmaken. Uh, ik kan wel één tipje van de sluier oplichten. Dit zou in ieder geval uh, op zondag een Food Festival gaan doen. Uh, diverse foodstands en food trucks uh, uit heel Nederland komen dan naar Woudrichem toe. Zelfs meer dan tien. Uh, en die bieden nou maar zeggen, uh, ja, hun specialiteit aan. Dus van eten tot drinken. Dus we hopen, daar moet uh, ik hem echt totaal iets anders mee aan te kunnen bieden. Uh, op dit moment zijn we op drie uh, kanalen actief. We zijn uh, Actief op uh, internet, dus www.newoerekumsseweek.nl. Op Facebook kan je ons vinden onder Stichting de Woerekumsse Week en op Instagram.